Yo Nintendo fans, welkom bij alweer de 7e video in deze Mario Galaxy serie. Wil je de rest ook zien? Druk dan even op die abonneerknop en doe sowieso even een blauw duimpje omhoog. Ah Rick, het zijn geen blauwe duimpjes meer. Duimpje omhoog. Haha, noob. Jongen, mag ik ook gewoon wat vergeten? Wegwezen jij. Wij gaan naar de Space Junk Galaxy. We moeten daar nog één level doen. Dus ik verwacht wel even een dikke baas nu. Tarantoxus Tangled Web. Oh nee jongens. Als je niet van spinnen houdt, dan wordt dit een lastige video denk ik. Het is namelijk het web van Tarantox. En dat klinkt niet goed, zie je? Daar zien we allemaal kleine spinnetjes al. Maar zeer binnenkort gaan we waarschijnlijk ook een hele grote spin vinden, denk ik. Let's go, Mario. Daar gaan we weer. Pak ze! Lekker! Even lekker al die starbits verzamelen. Dit is wel goed voor de starbits. Hier ergens. Oh, daar was die. Ik was te snel. Ik lette even niet op, jongens. En je ziet dit. Ik ben gelijk weer even een leventje kwijt. Of tenminste, geen leventje. Ik kan alleen nog maar 2 keer geraakt worden nu. En dat is nou precies even niet de bedoeling. En door. Op zoek naar de spin. Waar is die spinje? Oh, we moeten daar naartoe. Oh, we moeten hem gaan voeden met starbits. Oh, nee hè. Er is weer iemand met honger. Er is weer een Luma met honger hier op deze planeet. Hallo? Hoeveel honger heb jij dan? Oh, 50. Oké. Nou, 50 van die dingen die heb ik wel voor je. Kijk eens. Geniet er maar lekker van. Oh, ik heb niet 50. Ik heb er 41. Het gaat erom wat we alleen in dit level hebben verzameld, blijkbaar. Oh, oh, oh. Moeten we dan hier... Ja, we moeten dan hierin waarschijnlijk. Waarschijnlijk zijn hier nog meer starbits te vinden. Althans, laten we het open. Ja, kijk, hier. Genoeg. Oh, nee. Oh, is die Goomba me weer te slim af, jongens. Waarschijnlijk kan ik hier ook iets mee, of niet? Ja, kijk, als ik hier zo ronddraai, dan krijg ik ook weer wat bits. En we hebben nu ruim genoeg bits. Wat een relaxerende muziek weer trouwens, hè? Echt, ik voel me super chill met deze muziek. Oké, hier kunnen we er denk ik weer uitspringen. Oh, huh? Wat? Waar gaan we naartoe? Waar gaan we helemaal naartoe? Oké dan. Ja, ik weet niet. Ja, we gaan dus heel ergens anders naartoe nu. Ik denk dat dit de kant is waar ik naartoe moet. Ik vind het alleen vaag. Nou weet ik dus niet wat we met die andere Luma moeten. Die zoveel honger had. Deze toad zit vast. En we moeten een starbit erop gooien. Oh, of moeten we een starbit op... Wat? Moeten we toch een starbit op hem gooien? Oh, we moeten op hem richten en dan moeten we hem eraf trekken. Hoppakee. Nou kan ik natuurlijk mezelf hier naartoe afvuren. Oh, huh? Ik wil mezelf heel graag daarop schieten, maar... Ja, kijk, zie je? Dan moet ik me zo afschieten. Juist! Super grappig. Oké. En dan doen we dit zo. Oh, oké, we hebben het net gehaald. Al die spinnen hier, jongen! Au. Pak hem. Nu is het klaar. Kan ik ook die spinnen gewoon kapot schieten? Ja, dan stun ik ze. Ik maak ze dus blijkbaar niet kapot. Dan springen ze in ieder geval niet meer zo raar. Oh, oh, nou ja. Nee, ga er even af. Even af, Mario. Dit was niet de bedoeling. Nee, nee. Even terug. Ja, heel goed. Heel goed. Want ik zag namelijk deze paddenstoel. Die moet ik wel even pakken voor de baas. Want nu heb ik gewoon weer 6 leventjes. Of in ieder geval, ik kan 6 keer geraakt worden. Dan kunnen we nu rustig door naar, ik denk wel, de baas. Nee, nog niet. Nog niet. Ik denk dat we nu naar de baas gaan. Ik wil alleen niet veel zeggen, maar die planeet lijkt echt op een coronavirus. Jongens, we gaan deze planeet bevrijden van corona. Let's go. Hoppakee. Zie je? Corona is al weg. Nu alleen nog even de spin. Hoe gaan we dit doen? Ik moet hierop plakken, denk ik, of zo? En dan moet ik mezelf er tegenaan schieten, of zo? Oh, nee. Oh, nee. Hij is kapot boos. En ik heb het vermoeden dat wij onszelf nu moeten gaan schieten tegen die groene dingen. Ze kunnen bijvoorbeeld nu hierin springen. Dan moet ik met A, dan moet ik zo. En dan schiet ik mezelf. Juist. Juist. Hij is er al 1 kwijt. Top. Pak hem. Hoppakee. En dat is 2. Nice. Kan ik nu hier naartoe? Kom. Ja, nice. Nu tegen de achterkant. Bam! Moet ik nu op hem stampen of zo? Of kan ik mezelf nu ook nog daar weer tegenaan schieten? Juist. Kijk. Doorlopen. Hierop springen. Oh, oh, oh. Kom op, Mario. Kom op. Tempo. Ik denk dat we te laat zijn. Of niet? Nee, niet. Lekker. En de laatste. Hoppakee. Was dit hem al? Was dit de gigantisch boze spin? Nee. Nee, dit was niet de gigantisch boze spin. Want hij is nu nog bozer geworden volgens mij. Oh, zie je? Hij is, hij is inderdaad nog veel bozer geworden. Go Mario. Pak hem. Nice. Lekker. Nog een keer. We staan hier op de goeie. Dan kunnen we gelijk daar tegenaan. Top. Dan gaan we nu hierin. Oh, dan moeten we onszelf even... Ja, dit was lekker. Ik dacht dat ik het niet zou halen. Maar ik red het gewoon. Nice.
Oké, en gaan. Schieten! We schieten onszelf er dwars doorheen blijkbaar. Jumpen. Jump. Nee, jump goed Mario. Jump goed. Lekker. Go. Nice. En nu naar deze. Ja. Toedeledokus. Jij mega spin. Lekker man. Dit was wel weer echt een hele leuke baas, vond ik. Heel vet. Zullen we deze toad nog even bevrijden? Oké, Mario. Pak de ster. Hoppakee. En de volgende is weer in de pocket, jongens. Lekker. Die planeet is weer coronavrij. Mooi. En dan kunnen we dus naar deze nieuwe galaxy. Of we kunnen naar Bowser. Zullen we naar het Bowser-planeetje gaan? Let's go. Kijken of die er nou wel zelf is. Of dat die Bowser Jr. heeft gestuurd. Bowser Star Reactor. Oh, dit klinkt echt als Star Wars, jongen. De krachtige... basis? Oh, crap. Ja, we krijgen nu te maken met klassieke elementen uit het Bowser-kasteel. En het ziet er ook echt uit als Bowser's kasteel. Super vet. Kijk, die vuurdingen die ronddraaien, dat is echt al eeuwen oud, maar super cool. Echt zo vet dat ze dat allemaal in deze game hebben toegevoegd. Echt heel nice. Rustig gaan. Gewoon springen. Chillen. Uppie pakken hopelijk. Ja, uppie hebben we te pakken. We hebben 13 levens, dus dat gaat helemaal top. Lijkt net een achtbaan dit, joh. Een achtbaan met loopings en alles. Ja, oké. Net overleefd. En door. Door. Lekker. Top, volgende stukje. Wat heb jij te vertellen? Hij zegt dat de zwaartekracht hier helemaal in de war is. We moeten dus letten op de pijlen. Hoppakee, ja, nice. Dan nu hierop, top. Dan moeten we nu hier naartoe springen en eigenlijk gelijk door. Ja, ik wou dus gelijk door, maar alsnog was ik net te laat. Alright, juist. Laten we gewoon van rechts naar links gaan. We gaan gewoon met de klok mee. We gaan een extra rondje maken, want we kunnen daar weer een one-uppie krijgen. Kijk, hoppakee, groene paddenstoel, daar hou ik van. En dan chillen we gewoon lekker hier zo. Doen we het rustig aan. Geen overhaaste beslissingen nemen. En dan gewoon hoppakee, hier naar boven. We hebben al 2 levens erbij, dus dat is helemaal nice. Hoe gaan we dit doen? Moeten we dit juist timen? Op het moment dat die blok naar beneden gaat, kunnen wij dan springen? Juist. Oké dan. Ja, muntjes. En nu? Oh, ik kan gelukkig nog terug. Ik dacht even dat we gewoon nu de Sjaak waren. Maar we zijn niet de Sjaak. We kunnen gewoon door. Kijk dit. Dit is zo vet. Dit is zo vet. Dit voelt echt als die klassieke Mario's. En daar is die! Bowser! Ik denk dat we moeten gaan rennen nu. Als Bowser er is, dat betekent meestal dat we moeten rennen. Ik had die paddenstoel op zich wel kunnen pakken, denk ik. Maar heb ik niet gedaan. Dus we moeten het nu doen met 3 levens. Let's go, Bowser. Wat ben jij hier aan het doen, vriend? Kijk hem staan dan. De gangster. Hij zegt, wauw, je bent hier eindelijk. En waar is Prinses Peach, jongen? Hij zegt, je bent net op tijd. Zodat ik jou kan stompen. En je verandert in kleine stukjes ruimte. Oké. Heb jij gravity powers of zo? What the hell? Wat heb jij... Oh, oké. Die zag ik niet dat hij dat deed. Dit gaat helemaal slecht. Hij heeft mij al bijna gesloopt. Dus het wordt tijd dat ik nu even gelijk dit muntje pak. En hier overheen spring. Dan gaat hij nu mij proberen te stompen. Dat lukt... Oh, hè? Hoe moet ik hem raken dan? Hoe moet ik hem raken? Wow! Maakt hij deze planeet kapot? Wat is hij aan het doen? Ik moet in ieder geval dit muntje hebben. Oh, wacht. Zijn staart staat in de fik. En nu dan? Kan ik hem nu pakken? Wat moet ik nu doen? Ik heb totaal geen idee wat ik moet doen hieraan. Ik weet het niet. Moet ik hem nu raken? Moet ik hem aan zijn staart pakken? Wat is de bedoeling? En waarom raakt hij mij de hele tijd? Ik moet hem in ieder geval hierop laten springen. Op deze dingen. Ja, dat lukt. Nu begint hij te rennen. Te rennen. En dan moet ik hem zeker als hij klaar is met rennen, moet ik hem raken of zo. Bowser, stop eens. Stop eens. Kan ik hem nu pakken met zijn staart? Hè? Wat moet ik doen? Ik snap deze baas voor geen meter. Dit snap ik, dit deel. Oh. Of niet. Oké, poging 2. Ik denk dat ik nu wel voor de mushroom ga. Ja, pak hem. Kom op. Door. Ja, oké. We zijn er. Let's go. Top. Oké, poging 2. Je gaat het niet nog een keer winnen, jongen. Oké. Hij jumpt. En jumpt hij nu gelijk erop? Ja, kijk, hij jumpt gelijk erop. Oké, let's go. Ik ga hem gewoon slaan. Oh, wat? Oh! Hij stopt ook. Hij stopt als wij... Kijk, juist! En dan... Ja, kom maar. Ja, dan kunnen we hem raken. Aha!
Zo moeten we dit doen. Oké, top. Oh, je begint nu ook gewoon lekker te schieten, joh. Je begint lekker te schieten. Top. En je gaat gewoon een dubbel jumpie doen. Je doet het gewoon nu twee keer. Go, Mario! Hoppakee. Nice. Oké, nu begint hij te rennen. Blijkbaar moeten we hem dan... Ja, dan... we moeten tegenover hem rennen en dan stopt hij met rennen. Nu begint hij te rollen trouwens. Hoppa! Oké, wil je even chillen, Bowser? Wil je chillen? Oké, waarom laat ik me raken? Waarom stop ik met rennen? Waarom? Dit was echt super suf weer. Hij gaat nu drie keer... Auw, drie keer gaat hij zijn kracht doen. Ik denk niet dat hij nu... Ja, hij springt wel erbovenop. Lekker. Ik alleen zelf ook. Ik heb mezelf ook verbrand. Pak hem! Lekker! Ik denk dat ik hem nog één keer moet raken nu. En dat doe ik niet. Waar is die? Daar is die. Lekker. Nu raken we wel. Oh, wow, 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 wow. Combo breaker. Lekker. Heb je pijn, Bowser? Heb je hoofdpijn? Je hebt hoofdpijn, hè? Hij zegt wat? Hoe? Ja, in eerste instantie had ik ook niet door hoe. Maar in de tweede instantie gelukkig wel. Hij zegt, domme Mario. Mijn plan is al veel te ver. Denk je nou echt dat je mij kan stoppen? Raaah! Geef mij gewoon Princess Peach terug, joh. Hoe heeft hij zulke krachten? Wat een mafcase. Hij lijkt wel een of andere Marvel superheld die gewoon zo ploep Thanos-achtig gewoon in zijn vingers knipt en dan weg is in één keer. We hebben in ieder geval wel deze Grand Star te pakken, jongens. We hebben Bowser voor het eerst genakt. En het voelt goed. Alleen hebben we Princess Peach nog niet terug. En dat vind ik een beetje jammer. Rosalina! Waar is Rosalina? Is Rosalina weg? Waar is Rosalina? Ik ga me niet vertellen dat Rosalina weg is, hè. Die staat hier toch gewoon nog. Kijk, dit begint er wel goed uit te zien. We kunnen nu naar een ander deel ook. Dat betekent dat we ook weer naar nieuwe galaxies kunnen. Nice. Maar, even serieus. Is Rosalina hier nu nog of is ze weg? Oh, gelukkig. Ze staat er nog. We hebben nog een Grand Star weten te redden. En de kracht is terug om naar een nieuwe dome te gaan. Maar we hebben nog niet genoeg Star Power om naar het observatorium te reizen door het universum. En dat is waar Princess Peach is. In het centrum van het universum. Als de Star Power weer terug is, dan kunnen we met het observatorium daar naartoe. En dan kunnen we dus Princess Peach redden. Dankjewel voor je uitleg, Rosalina. Kijk, we kunnen nu helemaal naar dit deel. Dit is een soort van bibliotheek volgens mij. Kijk die bibliotheek, joh. Wat grappig. Kunnen we hier naartoe walljumpen? Ja, kijk. Top. Deze Luma heeft een geheimpje, maar hij vertelt het niet. Je vertelt het niet? Waarom vertel je het niet? En we zijn er. Nice. Ja, en vanuit hier kunnen we dus weer naar nieuwe galaxies toe. Wat ziet dit er trouwens leuk uit. De galaxy die je kan openen met 16 sterren. We hebben er nu 17. En dit is de Beach Ball Galaxy. Nou, daar gaan we eens even in de volgende aflevering een kijkje nemen. Doe een blauw duimpje omhoog. Waarom blijf ik blauw zeggen? Duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal voor Mario en Nintendo video's. En wil je mijn live zien gamen, volg me op twitch.tv/Rickatune. En dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!